Christine is blij dat we eindelijk een trouwlocatie hebben gevonden. Hier moeten we alles gaan fixen, even zo gezegd. Alles, alles gaan regelen. Ik ga niet zeggen waar het is, natuurlijk ga ik niet zeggen waar het is. Maar er moet wel hard gespaard gaan worden, dat wel. Want we gaan het niet in Nederland doen. Zo, met dat gezegd te hebben, WhatsApp Rotterdam en de rest van Nederland. It's your boy! What's up? Vandaag is het een beetje rustig op werk. Ik heb al 2 klanten gehad. Ik wacht nog op 2. Kijk hoor, het is nu 10:30. Ik heb Achim gehad, ik heb het Nelson gehad. Nu wacht ik op Jordi en Dennis. Dan heb ik hier een grote gap. Ik denk dat ik in dit stukje gewoon lekker de stad in ga. Dan moet ik terugkomen voor deze mensen. Ik ga nu even de stad in met vrouwtje. Even naar Bijenkorf. Aangezien het elke keer weer is en het regent constant, heb ik maar besloten om een regenjas te gaan halen. Dus we gaan de regenjas kopen. Wel een beetje hij moet wel een beetje suave zijn, anders. Suavemente, besame. We zijn bij 6. Nou, ik ben geslaagd met shoppen. Ik heb een nieuwe jas. Regenjas. Want dit weer hier. Had je zomer hoor. Had je zomer. Ik ga niet weer tot de stad. Net heb ik die fout gemaakt om door de stad te gaan. Dat ga ik nu niet doen. Het is ook te druk, man. Ik snap het, het regent. Mensen gaan nog steeds naar de stad. Ik ook, onder andere. Eindelijk klaar met werken. Het is al 9 uur. Ik heb mijn laatste klant en ook mijn eerste klant, trouwens. Net geknipt. Mijn eerste als in toen vroeger, way back, haar knippen, knipte ik hem ook. Maar toen had hij, zo'n scheiding in het midden en zo'n bloempotkapsel. Dat je zo, weet je, met zo'n schaar, dat deed ik toen bij hem. Way back. En met dat mesje in mijn handen houden, figuurtjes maken, die dubbele lijnen wilde ik vroeger altijd. Weet je? Anyways, hij heeft mij zien groeien. Dankzij hem ben ik hier in Zwartjanstraat terechtgekomen, want eerst werkte ik in Nieuw-Binnenweg en daar liep het niet zo goed. En toen kwam hij en zei van, hey luister, ik weet waar jij het zeker druk gaat krijgen. Maar ja, ik stond open voor alles, omdat ik het daar niet druk had. Dus ben ik hier gekomen, ik liet toen bij Jeffinities, liet ik Jeffrey zeg maar foto's zien van wat ik kon, zeg maar, nog steeds kan. Liet ik zien en hij zei gelijk van begin maandag maar. Was op zaterdagavond kwam ik daar. Toen zei hij gelijk begin maandag maar. Als hij me niet had gezegd om hier te komen, stond ik nu niet waar ik nu ben in Spirit ID. Dus ja, dan zei deze man. Hè. En sinds, hoe oud was je man? 18 jaar of zo? Hij heeft zijn eigen reis gewonnen. Ja, maar hij begon met lessen geven toen hij 20 jaar was. Gaf hij dus lessen, autorijlessen. Ja. En begon bij Avanti. Juist. Avanti. Vertel. Ja, ik was 20 jaar en ik begon bij rijschool Avanti. Ik was een van de jongste rijinstructeurs van Rotterdam. En ja, ik ben toen gaan groeien. 8 jaar bij Avanti gewerkt, verkeersschool Avanti. En ja, toen ben ik sinds 1 maart dit jaar voor mezelf begonnen. Bam. En ja, het loopt nu, het gaat goed. En je ziet wel dat nu een klant belt al. Maar ik bel hem zo terug. En ja, ik ben nu volop druk bezig, ook theorielessen. Met een andere collega van mij. Dus
studentenrijschool. Dus dat. Ja. Luister, je hebt die reclame. Weet je wat? Ik ga een reclame gooien van zijn rijschool. Die ga ik dus, zodra ik klaar ben met dit, ga ik het laten zien. Als je geen rijbewijs hebt of je zoekt iemand, whatsoever, check het filmpje. En ik gooi zelfs een link hieronder met zijn telefoonnummer, whatsoever. Ik sta garant, want mijn vrouwtje heeft ook zijn rijbewijs bij hem gehaald. Jouw slagingspercentage. In één keer, hè? In één keer. Oké, jouw slagingspercentage. Ja, mijn slagingspercentage op dit moment is 90% tot 100%. Eerste examens. Kijk hier. En ja, voor. Ja, in een kwartaal is dat veel. Voor eerste keer in één keer slagen bij Rijschool Drive Experience. Check Drive Experience bij Facebook. Link zit ik hier beneden. Het enige wat je ziet zijn foto's van mensen die slagen. Ja. Hele tijd foto's. Ik sta garant. Check het filmpje. Als jij via dit filmpje zeg maar in aanraking komt bij hem, zeg maar, je besluit bij hem een les te gaan nemen, krijg je de eerste les gratis. De eerste proefles krijg je nog gratis. Zo is die man. Klopt. I'm telling you. Check het. Als je een nummertje ziet, een telefoonnummer ziet staan, whatsoever, druk op pauze, noteer die nummer. Als je zelf een rijbewijs nog niet hebt, bel. Weet je iemand die een rijbewijs wilt, bel. That's it, man. Peace. Ik brood, kijk. Ik ga het erin zetten, de snap ik dit wel. Maar net, zet maar erin. You think you're tough, huh? You think you're tough.